steht nur da und wie wild schlägt mein Herz. Und ich spüre, ich flieg himmelwärts. Er schaut mich an und mein Atem bleibt stehen. Ein Gefühl unbekannt und doch schön. Ich kann mir immer zu tausendmal sagen, ich rede mir das alles nur ein. Doch das Kribbeln in meinem Bauch, was soll das sein? Schmetterlinge lügen nicht, sie schreiben es in mein Gesicht. Ja, ich bin so verliebt und sie reden nur von dir und mir. Schmetterlinge lügen nicht, ich spür sie überall. Oder ist das ein Spiel? Vielleicht ist es anders und es geht ihm wie mir, dass er nach Worten sucht, wie sag ich es ihm? Vielleicht hört er sich schon zum x-ten Mal fragen, red ich mir das alles nur ein? Denn das Kribbeln in mir, es geht gar nicht vorbei. Es kann doch nur das Einzige sein. Schmetterlinge lügen nicht, haben es in mein Gesicht. Ja, ich bin so verliebt und sie reden nur von dir und mir. Schmetterlinge lügen nicht, ich spür sie überall in mir. Und sie tragen meine Träume hin zu dir. Schmetterlinge telefoon hebben we de slagerkoningin uit Oostenrijk, Sarah Stephanie Markowitz. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je inderdaad goed, ja. Ja, ja, dat is niet zo makkelijk voor niet-Oostenrijkers, denk ik, om te zeggen. Maar je zegt het inderdaad goed. Ja, want ik heb wat gelezen over jou. Ik heb jou mogen ontmoeten op de televisie. In het programma We Want More. Ja. En dat was niet helemaal succesvol, maar dat kwam. En daarbij moet ik je natuurlijk nog condoleren met het verlies van je vader. Want dankjewel. Je vader was toen overleden en de dag daarna, na de begrafenis, crematie, ja, moest jij meteen optreden bij We Want More. Ja, dat klopt. Ja, de timing. Ja, wij konden dat. Wij hebben dat natuurlijk niet plannen kunnen. Mijn vader was 2 jaar lang heel ernstig ziek. Ja. En wij hebben meerdere keer van zijn artsen gehoord. Nou, hij heeft nog 2 weken maximaal. En zo ging het eigenlijk een hele lange jaar door. Ja. Omdat hij zoveel gevecht heeft en zo gelukkig was in het leven, ja, heeft hij denk ik zo lang volgehouden. En op het eind was het zo dat hij eigenlijk meer in het ziekenhuis was dan thuis. En ik ben toen nog 1 keer naar Oostenrijk gevlogen. En toen ging het echt niet meer goed met hem. En ik zei, ja, je moet nu naar het ziekenhuis, want dat gaat niet meer goed. En toen ging hij daar naar het ziekenhuis. En ik ben weer naar Nederland gevlogen. En een week later heeft het ziekenhuis mij gebeld van
hij moet naar een hospice, want zijn tijd is bijna voorbij. Okay. En mijn vader wilde dus in mijn buurt zijn, zeg maar. Ja. En ik heb ook een zoon van nu 2 jaar. En hij wilde bij zijn kleinzoon zijn en natuurlijk bij zijn dochter. En toen vroeg hij mij of ik niet een mogelijkheid heb om hem naar Nederland te halen. Dus En dat is gelukt. En dat is gelukt. En hij kwam dan naar Nederland met de Stichting Ambulance Wens. Die hebben hem opgehaald en naar Nederland gebracht. Hier naar een hospice in Schagen waar wij ook woonden. Ja. En daar was mijn vader precies 1,5 weken. En precies ook in deze 1,5 weken moest ik 2 keer voor de opnames voor We Want More. Ja. 1 keer voor het interview wat van daarvoor wordt opgenomen. Op televisie zie je het dan alsof het in 1 keer opgenomen wordt. Maar zo is dat niet. Nee. Dus ik moest eerst 1 dag nadat mijn vader naar Nederland kwam, moest ik naar Hilversum gaan. Dus dit was al vrij emotioneel natuurlijk. Maar in de interview heb ik dus verteld, wat je ook kan zien op tv toen ik dan begon te huilen, dat mijn vader naar Nederland gebracht worden is. Ja, jij maakt ook de opmerking, als ik het geld win, dan gaat er een bedrag naar de, hoe noem je die ambulance? Die... Stichting Ambulance Wens, ja. Ja. Maar even voor de luisteraars, wie is Sarah Stephanie Markowitz? Ja, wie ben ik? ik ben een Oostenrijkse jonge vrouw die nu 22 jaar lang al zangeres is. Ja. Ik ben begonnen toen met 8 jaar. Heb ik meegedaan aan een muziekwedstrijd in Oostenrijk. En daar begon eigenlijk daarna mijn muziekcarrière, als je het zo wilt zeggen. En in 22 jaar heb ik inmiddels, ik denk 12 cd's uitgebracht. Ja, maar weet je wat we gaan doen? Ik heb een nummer waar jij net begonnen bent met zingen. En jij bent eigenlijk een rapper op dat moment. Ja. Op dat moment is dat echt zo, maar hoe zou ik dat zeggen? Dat liedje kwam door de muziekwedstrijd. Ja. En iedere kind, want het is een wedstrijd voor kinderen. Elke kind mag 1 liedje zingen. En ik heb dit liedje gekozen, zeg maar. En dat is inderdaad een beetje rap, ja. We gaan daarnaar luisteren en dan komen we zo terug bij je. Is goed. Mama schrijft mich krank van Stephanie Markowitz. Ein schöner Tag, bin voll gut drauf, da schießt mir ein Gedanke. Trüb mir meinen Sonnenschein, es ist zu weit. Heute bin ich dran, die Mathe-Schularbeit steht an, das haut mich um. Ich bin entsetzt, hätte ich fast vergessen jetzt. Die Sache riecht nach Hochdramatik, bin eine Null in Mathematik. Ich weiß, dass ich rein gar nichts weiß. Von der Stirn drauf kalte Schweiß, die Lage, so wie ich das sehe, ist völlig aussichtslos. Oh je, ich brauch sofort eine Idee. Plötzlich wird mir schlecht, fühl mich so geschwächt. Ich bleib heute zu Hause und kurier mich aus. Mama schreibt mich dran. Ich bleib heute. Vernünftig sein. Mir geht's gar nicht gut, auch wie weh das tut. Mama schreibt mich krank. Vor jeder Prüfung, jeden Test gibt mir ein Virus voll den Rest. Da stellt sich ein die Übelkeit. Pünktlich vor der Schularbeit, da schmerzt der Kopf, es drückt der Bauch. Nein, so ein Zufall aber auch. Doch meistens schon am nächsten Tag ist
ist alles nur noch halb so arg. Da spring ich aus dem Bett, putz Mutter, lauf der Bimform zum Bus hinunter. Trifft dort meinen besten Freund, hat schlechte Laune, wie mir scheint. Er fragt mich, weißt du nicht Bescheid, dass unsere Mathe-Schularbeit verschoben worden ist auf heute. Plötzlich wird mir schlecht, fühl mich so geschwächt. Ich bleib heute zu Hause und kurier mich aus, Mama schreibt mich krank. Ich bleib heute daheim, muss vernünftig sein. Mir geht's gar nicht gut, auch wie weh das tut, Mama schreibt mich krank. Muss mir meine Essigpatschen anziehen und schluck. Sarah, Stephanie, Markovits, wat een leuk nummer. Ja, vind je? Ja, ik vind het echt een leuk nummer. Ja, is, ook voor mij heel grappig om dat weer te horen. Dat is natuurlijk een paar jaar geleden. Ja. Dus ja, mooi. Hey, perfect. Maar het is een paar jaar geleden, zeg je. Maar hoe is het daarna gegaan? Je werd ontdekt op die wedstrijd, die zangwedstrijd. Ja. En ja. Hoe ben jij koningin, slagerkoningin in Oostenrijk geworden? Ik ben net zoals je zegt, ik ben ontdekt worden. En toen ging het eigenlijk alles vrij snel. Want binnenkort kwam dan mijn eerste echte eigen cd uit. Ja. En ik was toen echt een kinderstar in Oostenrijk en Duitsland, ook eigenlijk een beetje Zwitserland. Ja. En mensen waren gewoon gek op mij. En waarom dat zo was, dat weet ik eigenlijk tot nu toe nog niet. Want voor mijzelf. Ja, nee, maar dat is ook zo. Want ik hou van muziek en op een podium staan, dat betekent voor mij heel veel. En als kind was dat ook zo. Ja. Dus ik was gewoon blij om te zingen. En verder, ik bemoeide mij daarmee niet. Dus ik vond het prima dat mensen extra voor mij naar een concert kwamen. Maar sowieso als kind snapte ik dat natuurlijk niet zoals ik dat nu begrijp. Want als kind realiseer je dat helemaal niet. Maar je hebt opgetreden immer wieder Sonntag in Duitsland, in Oostenrijk bij evenementen. Je hebt met andere artiesten gezongen, ja. Opgetreden. Hoe is... En je maakt nog steeds muziek, want je hebt weer een nieuw nummer gemaakt nu. Ja, ik maak nog steeds muziek. Zodra het natuurlijk weer mogelijk is om op podium te staan, dan gaat dat ook weer verder. Ja. Je zegt het goed, ik heb met heel veel artiesten gezongen. Ik ben zelfs met Jan Smit maandenlang op Duitsland-tournee geweest. Okay. Dus ja,
dat muziek is eigenlijk niet alleen mijn leven, maar ook op mijn baan. En zodra dat weer mogelijk is, hoop ik natuurlijk dat ik daar weer verder kan doen. Maar het klopt inderdaad, ik blijf niet stil zitten. Dus zijn het inderdaad nieuwe liedjes, ja. Mag ik jou wat vragen? Bij We Want More, men hield geen rekening mee met het overlijden van je vader. En wisten zij wie jij eigenlijk was? Waren zij van op de hoogte dat jij zo'n ster bent in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland? Bedoel je nou de juryleden? De jury? Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Want wat ik wel weet is dat de jury een bepaald vier plaatsje krijgt van de deelnemer. Ja. Maar wat er precies erop staat, dat weet ik natuurlijk niet. En ik denk zelf, er staat natuurlijk mijn naam en hoe oud ik ben. En nou ja, dat denk ik wel. Maar of zij precies weten wat ik in Oostenrijk doe, in Duitsland, dat durf ik niet te zeggen. Geen idee. Ik denk dat ze het niet geweten hebben. En Davina, Michel, ik was echt boos. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb het programma zitten kijken. En toen ik jou hoorde en de commentaar erop, toen was ik echt zo gigantisch boos. Dat is ook de reden dat ik ga het bellen en ik wil het horen. Ja. Dus vorige week zou ik eerst het interview doen, maar jouw zoontje was heel erg ziek. Ja. Die is nu weer aardig beter, maar met jou is het met verkoudheid, grieperig, maar geen corona. Ja. Hè? Nee, ik heb geen corona. Ik moest ook testen vanuit mijn werkgever, zeg maar. Ja. Want goed, dat snap ik natuurlijk ook. Want ik werk er niet alleen op kantoor. Dus coronatest gedaan en die is negatief. Dus ja, het is gewoon een verkoudheid. En die heb ik al een paar dagen lang. Dus ook dat is natuurlijk een beetje lastig. Maar goed. Ja, precies. Het gaat weer voorbij. Stephanie, jij hebt een nummer opgenomen. Of je hebt samen gezongen met Marco Ventre. Ja. Wie was dat? Marco Ventre is sowieso een reporter, zeg je dat zo? Moderator? Ja, hij modereert radioprogramma's. Ja. Bij de grote Oostenrijkse radio. ORF. En dat doet hij, maar hij is ook zanger. En ik ken hem al jarenlang. En we zeiden, waarom doen we eigenlijk niet één keer een liedje samen? Ja. En toen gingen wij samenwerken. We hebben een liedje geschreven. En het was een enorme succes in Oostenrijk en Duitsland. En daar zijn we natuurlijk heel trots op. Ik kan me voorstellen, we gaan er naar luisteren. Für alle Zeit. Siehst du die Sterne, wie sie die Nacht durchdringen? Genauso will ich dir Licht ins Dunkel bringen. Denn ich bin bereit. Die Wolken und wie der Wind sie vertreibt. Ich geb dir Hoffnung, damit das Glück überbleibt. Denn ich bin bereit für alle Zeit. Scheint mir grenzenlos, auch meine Liebe
ist so unendlich groß, denn ich bin bereit. Spürst du die Sonne? Sie trocknet deine Tränen. Genauso will ich dir Licht und Wärme geben, denn ich bin bereit für alle. Dem Herzen denken, dir meine Liebe schenken, denn ich bin bereit. Nur mit dem Herzen denken, dir meine Liebe schenken, ich will dir Hoffnung geben, für dein ganzes Leben, alle Zeit, ich bin bereit, für alle Zeit. Mooi, hè? Ja, ontzettend mooi. Dat was ook ja, een van de mooiste tv-optredens die ik ooit heb gehad. Het was een ontzettend ja, mooie sfeer. En nou ja, je hoort de mensen, dus ja, ja, meer hoef ik niet te zeggen. Daarom liet ik het ook even door. Hè. Even, ja. Stephanie, of moet ik Sarah zeggen? Of, want de ene... nou ja, weet je. Je mag Sarah of je mag Stephanie zeggen, maar mijn artiestennaam is Stephanie, dus okay. Ja. Stephanie, wat doet een Oostenrijkse meid in het koude Nederland? Of het ja, Oostenrijk is het ook koud, maar komt naar Nederland en gaat in het noorden van Noord-Holland wonen? Ja, 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 dat doet de liefde. Ja. Ja, mijn vriend is Nederlands en ik heb hem in Nederland ontmoet op een festival. En ja, het was een beetje liefde op het eerste gezicht, moet ik zeggen. En ja, dan ging eigenlijk alles heel snel, want ik heb hem ontmoet in november. Ja. En in december... hebben wij kerst samen gevierd. Dus dan ben ik weer naar Nederland gekomen om de kerst met hem te vieren. En in januari hebben wij besloten, ja we gaan een relatie beginnen, want we willen niet meer zonder elkaar. En ja, binnenkort is hij dan naar Oostenrijk verhuisd, want ik zei, ik kan niet naar Nederland, want ik heb net een nieuwe cd uitgebracht en ik ga op tour, dus ik kan niet weg. Ja. Dus daarom kwam hij naar Oostenrijk en hij heeft dan 1 jaar met mij in Oostenrijk gewoond. In deze tijd raakte ik ook zwanger, dus ja, bij ons ging alles supersnel. Ja, en wij hadden dan, ik ben nog in Oostenrijk bevallen en toen onze zoon Noah 3 maanden oud was, hebben wij besloten dat wij naar Nederland gaan. En bevalt het je in Nederland? Ja, absoluut. Ik, op het begin was het heel zwaar. Maar goed, ik denk dat is overal zo. Want ik herinner mij hoe het was voor mijn vriend toen hij naar Oostenrijk immigreerde. Ja. En dat is sowieso op het begin altijd zwaar en moeilijk. Je alles is nieuw. Je spreekt de taal niet. Ja. Ja,
culturele verschillen. Ja, maar jullie woonden in de buurt van Oostenrijk, hè? Of van Wenen, toch? Ja, klopt. Ja, echt 5 kilometer weg van Wenen. Dus mijn vriend werkte toen ook in Wenen. Bijna in Wenen, laat het maar zo zeggen. Oké. Okay. Ja. Stephanie, jij hebt een nieuwe plaat gemaakt. Ik heb een nieuwe plaat gemaakt. Nou ja, eigenlijk 3 al in de tussentijd. Ja. En er volgen nog meer. Want we zijn super goed bezig in de studio. En op dit moment helaas niet. Want ik ben helaas verkouden. Maar als dat weer voorbij is, dan gaat het ook weer de studio in. Dus ja... Er zijn een paar projecten aan die ik nu werk. En ik ben ontzettend enthousiast. En ben benieuwd wat er nog gaat komen. Ja. Nou, Stephanie, als jij nog eens een keer nieuwe muziek hebt... We gaan hem zo draaien, de plaat van jou, de nieuwe. Maar als jij nieuwe muziek hebt, denk je dan aan ons ook? Want dan gaan wij meteen draaien voor je. Ja, dankjewel. Dat waardeer ik heel erg. En dat ga ik natuurlijk zeker doen. Oké. Zou je deze plaat willen aankondigen? Zelf? Tuurlijk. Ik weet niet welke van de 3 nieuwe jij hebt, maar ik denk Mensen Wünschen Wer Ist Da. Dat is inderdaad de nieuwste lied dat op radio's te horen is. En sowieso ook op Spotify. Ontzettend mooi. Is in Duitsland opgenomen. Nog voor de coronacrisis. Dus dat was nog gelukkig mogelijk om naar Duitsland te gaan. En met een hele mooie team daar. En nou ja, ik ben blij met het resultaat. En ik hoop dat iedereen die het nu luistert het ook geweldig vindt, net zoals ik. Dus veel plezier. Dankjewel, Stephanie. Spontan den letzten Flug genommen. Im Sonnenaufgang angekommen. Ich glaub, hier werden Träume wahr, doch du bist nicht da. Die Sonne streichelt meine Seele und alles, was ich hier erlebe, das teile ich mit dir unsichtbar, denn du bist nicht da. Mensch, ich wünsch, du wärst da. Mensch, ich wünsch, du wärst da. Mensch, ich wünsch, du wärst da. Den Klang der Wellen lausche und mich am Horizont berausche, dann fühle ich mich dem Himmel nah, doch du bist nicht da. Und abends zieh ich durch die Straßen und feier wild und ausgelassen, genieße Cocktails an der Bar, doch du bist nicht da. Hab das Paradies entdeckt und will hier nie mehr weg. Alles ist wie perfekt, doch du bist nicht da. Und klingt's vielleicht auch verrückt. Ich flipp fast aus vor Glück. Eins nur hält mich zurück. Ja, du bist nicht da. Du wärst da.
Mensch, ich wünsch, du wärst da. Mensch, ich wünsch, du wärst da. Bittere zuse geschmack. En dat was natuurlijk ook van de schlagerkoningin uit Oostenrijk, Sarah Stephanie Markowitz.